crispy hot fresh French fries. How about a pizza? None better anywhere. And now, on with the show. Volgens moeten we echt vaker bijwerken eigenlijk. Wat een rommel is het hier weer. Spoonk TV, post ligt overal. Even kijken, ik was op zoek naar die belastingbrieven. Dat is wel belangrijk. Oh, hè? Aan TV Spoonk van hooggeëerd bezoek. Deze heb ik nog niet eerder gezien. Geachte makers van Spoonk TV. Graag wil ik u erop attenderen dat ik langs zou komen op 18 december om 3 uur om te gast te zijn bij uw programma. Ik ben al een tijdje onder de indruk van wat jullie doen en zou graag deze mogelijkheid gebruiken om daar deel van te zijn. Ik kijk er naar uit om door jullie verwelkomd te worden en deel te zijn van jullie professionele samenwerking. Hoogachtend. Oh, wat leuk. Er komt iemand langs. Even kijken hoor. 18 december. Welke dag is het? Dat is vandaag om 3 uur. Dus het is nu ongeveer 2 uur. Maar oké. Jongens, er komt echt over een uur, jongens. Dat zegt al bijna. Ik bedoel, kijk hoe we eruit zien. Ja, en we hebben geen eten. Jongens, rustig. We kunnen gewoon ons eerst omkleden en daarna kunnen we de taken verdelen en zorgen dat dingen geregeld worden. Omkleden? Oké. Maar pizza's. Een beetje een chaos bij TV Spoonk. TV Spoonk, ons welbekende en geliefde groepje. Ik ga het woord mislukkelijk niet gebruiken, maar het gaat niet altijd even lekker. Zoals de vorige keer, waarbij de rechtszaak volledig uit de hand liep. Wat wil je met zoveel duiven en rijst tegelijkertijd? Ja, dan krijg je botbreuk. TV Spoonk is al een tijdje bezig om hard aan de weg te timmeren om wat meer naamsbekendheid te krijgen. En dan kan zo'n hooggeëerd gast natuurlijk enorm veel voordeel met zich meebrengen. En ik ben heel benieuwd wat ze dit keer allemaal niet uit de kast gaan trekken om die hooggeëerde gast een extra beetje aandacht te schenken. Wat beter dan konijnenbond? Oké, wij moeten nu naar de makeover. Kom. Oké, we gaan even kijken wat we allemaal hebben, oké? Borstel. Maar wat is dit allemaal, man? Jij bent hier de expert. Ik ken hier niks van. Is het te redden? Misschien. Oké, we gaan beginnen met wimpers. Ja, mooi blauw. Ja, je moet zo gewoon even naar beneden kijken. Je kan het. Je wenkbrauwen. Oké, door zo'n beetje te accentueren kom je natuurlijk echt perfect op beeld. Want dan komt jouw hoofd meer tot zijn uiting. Oké, we hebben meer nodig. Nog meer? Maar dit is Watch Me Wink. Ik hoef toch geen knipogen te geven, hè? Nog meer glitters. Kijk eens thuis, tussenstand. Het wordt prachtig. Wat vind je ervan? Je hebt er nog nooit zo mooi uitgezien. Ik had ook begrepen dat we voor het bond moesten gaan. Je hebt natuurlijk een enorme ruimte hier die gedecoreerd zou moeten worden. En dat gaan we doen hier. Kom eens kijken. In de klushoek. Oké, we gaan vandaag slingers maken. Het is heel simpel. Je knipt 3 hoekjes. Dat mag jij doen. En je mag ook ballonnen opblazen als je wil. En dan zodra je ze geknipt hebt, dan mag je ze doorgeven aan mij. Dan raak ik ze aan elkaar. Wat doe je? Ja, ik dacht, dat is eigenlijk net zo handig. Dan knip je ook altijd van die mooie 3 hoeken uit en dan gelijk wat te eten. Hele lange slinger maken. Dan kunnen we het hele huis decoreren. Hier nog een aantal stukken. Lukt het?
Maar het is niet erg. Ik ben zelf ook niet zo snel. Bo, wat doe je? Oh, nou ja, het valt wel mee. Het is een beetje in mijn vinger geknipt. Maar het valt wel. Maar het is ook wel weer kleurrijk, weet je wel. Een beetje op de pizza's en op het bloemetje. En dan hebben we ook weer hele kleurrijk. Het komt wel goed. Het is wel een vrolijke kleur. Ik vind rood altijd een beetje een trieste kleur eigenlijk. Maar ja. Paniek! Extra paniek! We hebben geen drinken meer. Het eten is het. De slingers zijn het. Maar geen bier. Goals. Ja, hallo? Alles is weg. We hebben geen druk. Wat? De druk is te laag? We hebben bier. Maar eten? Eten, daar moeten wij dus voor zorgen. Eten. Ik weet namelijk niet wat we moeten maken. Ik ben ook niet zo'n goede chef. We hebben vaak niet zoveel eten in huis zitten. Maar crème fraîche. Oeh. Vind ik altijd lekker. Eieren, boter, koekjes. Koeken, oh, dat vind ik lekker. Gaan we ook nog wel even een beetje van eten tijdens het koken. En roomkaas. En een beetje slagroom. Nou, ik weet het niet. Ik dacht meer aan pasta, maar ja, daar hebben we niet. Trouwens, roomkaas, cheesecake. In ieder geval hier een taartvorm dus. En de oven moeten we even aanzetten alvast. Ja, de oven moeten we alvast aanzetten. Want dan kan die opwarmen. We moeten ze een beetje stampen. Ja, een beetje zo. Nee, top. Dit ziet er goed uit. We hebben hier veel een deel van de bodem. Ik vind het wel altijd belangrijk dat het daarbij ook een beetje ongezonder wordt. We moeten gewoon, hoppa, gewoon aan de kook. Zo. Oké, dan hebben we nu de bodem. Dat ziet er hartstikke goed uit, ja. Natuurlijk. Daar zijn we het allebei over eens. Mm-hmm. Dan is het nu tijd voor de vulling. Laten we inderdaad gewoon lekker veel roomkaas doen. 4 roomkaas, lekker veel smaak. Maar hoe ziet dat dan er wel uit? Oh. Ja, het zit allemaal stukjes erin. Er zitten groene stukjes in. Ja, wat moeten we nu? Ik denk dat het eigenlijk juist goed is. Want we wilden eigenlijk iets gezonds maken, zoals pasta. Hier zit ook een soort van groente in. Dus als we dit maken, dan maken we eigenlijk een soort van quiche. Kunnen we laten zien hoe gezond wij bij TV Spoonk zijn? Want dat ja, is precies, wel echt belangrijk. Dat is wel waar je voor ik wil bedoel, staan. Nou. Oh, dit is helemaal geen slagroom, dat is bloem. Nou ja, dat is ook wel lekker. Wil je ook een ijsje erbij? Hoppa, oké. Ja, wel een beetje verdelen, hè? Kom op. Zo. Kijk, het ziet er best wel goed uit. Ik denk dat het essentieel is dat wij die nu opdrinken. Ja, dat is wel het beste. Dat is eigenlijk onoverkomelijk. Proost, hè? Ja. Europa sterk. Europa groot. Hetgeen waaruit Egea ontspoot. De binding van ons allen. Culturen van dit werelddeel. Egea vormt ze tot één geheel. Zij zal ons nooit ontvallen. Europa waar wij achter staan. Europa is waar wij voor gaan. Egea dat over grenzen ziet. Hoog het glas. Hoog het hart. Hoog het lied. Enschede, Asterion, ons thuis, de plaats waar het begon. Centrum waarvan wij samen, broederschap, loyaliteit, vereniging en solliciteit, tot ware leven kwamen. Op vereniging! Zo, kom. Even naar boven. Kijk nou. Fantastisch hier. Wat een uitzicht. Moet ik even de camera neerleggen? Ah, oké, kom. Ik dacht dat ik helikopterbladen hoorde. Volgens mij daar achter de kerk. Daar. Wat is het? Gewoon, het komt goed. We hebben nog eventjes, alles is af, we zien er goed uit. De taart staat in de oven, we zien er goed genoeg uit. Gewoon even tot rust komen en ontspannen. Zal ik even een verhaaltje voorlezen voor ons allemaal? Lijkt me een goed idee. Ja?
Ja. Hebben we er zin in? Ja. Ik ga zo een verhaaltje voorlezen uit het grote boek van Goos. En ik zou het allerlaatste verhaaltje uit het boek. Op een zekere dag in juni ging Linda even weg. Ze ging naar een plek hier heel ver weg. Linda had afgesproken dat Annie Giegelstein op haar huis zou passen. Toen Linda uit het huis was, kwam Annie net aan op het station tegenover Linda's huis. En wie had Annie bij zich? Haar grote vriend Goos. Oh, Goos! Goos is haar grote vriend een hond. Een hele mooie, lieve hond. Goos vond Linda's huis prachtig. Want er was zo'n mooie grote tuin waarin hij kon gaan spelen en lekker rondrennen. Annie liet Goos elke dag uit en merkte na een week dat Goos steeds iets minder hard ging lopen. En steeds iets minder speelde in de tuin. Annie vond dit heel vreemd, want Goos is normaal altijd heel vrolijk. Ging alles wel goed met Goos? Toen Annie op de allerlaatste dag naar beneden liep, kwam Goos haar niet kwispelend tegemoet. Dit vond Annie heel vreemd, want dit doet hij normaal altijd. Verbaasd ging Annie op zoek naar Goos. Goos was niet in de gang. Goos was niet in de keuken. Goos was ook niet in de woonkamer. Waar is Goos dan wel? Ten einde raad deed Annie de wc-deur open. En ja hoor, daar lag Goos. Oh, nee. Op de grond. Kom maar jongen, dan gaan we lekker wandelen, zei Annie. Maar Goos reageerde niet. Geschrokken door het uitblijven van een reactie, voelde Annie over Goos zijn kop. Maar deze voelde minder warm aan dan normaal. Annie probeerde Goos te vergeven wakker te schudden. Goos was dood. Nee, nee. Annie barstte in tranen uit. Haar grote vriend was er niet meer. Verdrietig bedacht Annie dat ze ook vandaag nog naar huis zou moeten gaan. Maar wat te doen met Goos? Ze kan hem hier niet achterlaten. En ze wil hem toch wel thuis begraven. Maar hoe krijgt Annie Goos mee naar huis? Hij kan nu niet meer achter haar aanlopen. En om te tillen is het toch wel een te grote hond. Annie ging als eerste in de garage kijken van Linda om een hulpmiddel te zoeken. Als eerste vond Annie daar een skateboard. Een skateboard? Zou haar dit kunnen helpen? Misschien wel. Ja. Annie probeerde Goos op het skateboard te leggen. Maar na het eerste hobbeltje viel Goos er al vanaf. Oh. Ja, dan gaat het skateboard helaas niet werken. Dus Annie moest op zoek naar een andere plek. Dus ging op zoek op de zolder van Linda. En daar vond Annie een grote koffer. Oh. Zou Goos je inpassen? Dacht Annie. Ja. Ze tilde Goos met veel moeite de koffer in. En ja hoor, hij paste net dicht. Oh. Annie deed de rest van de spullen in een rugzak en maakte zich klaar om weer naar huis te gaan. Die middag liep Annie met de koffer en de rugzak richting de trein. Met moeite rolde Annie de koffer achter zich aan. Toen Annie de trein in wilde stappen, was de koffer te zwaar voor Annie om de trein in te krijgen. Een jonge man achter haar zag dat de koffer te zwaar was voor Annie. Zal ik je even helpen? Vroeg de jonge man. Oh, Annie. Ja, graag. Ik krijg hem niet alleen omhoog, zei Annie. De jonge man tilde met moeite de koffer in de trein. Dankjewel, zei Annie tegen de jonge man. Graag gedaan hoor. Maar waarom is de koffer zo zwaar, als ik vragen mag? In paniek zocht Annie maar snel een plekje om te gaan zitten. Ze dacht, ik kan natuurlijk niet zeggen dat Goos in de koffer zit. Dat zou de jonge man wel heel raar vinden. Toch ging de man tegenover Annie zitten en keek vragend aan op zoek naar een antwoord. De koffer is zo zwaar omdat er een DJ-set in zit. De jonge man knikte met een bevredigende antwoord. Om meer vragen te voorkomen nam Annie een slokje met water, om zo haar zenuwen een beetje te bedwangen. Het volgende uur was het stil tussen Annie en de jonge man in de trein. Toen dacht Annie bij zichzelf, ja, ik heb wel heel veel water gedronken nu, dus eigenlijk moet ik wel even naar de wc. Annie vroeg aan de jongeman, zou je even op mijn koffer willen passen? Natuurlijk reageerde de man onmiddellijk. Even later liep Annie opgelucht weer terug naar haar plek. Oh nee, riep Annie uit. Waar is Goos? Wat?
Want tot haar grote verbazing was de koffer weg. Nee! De koffer met Goos! Nee! Ook is de jongeman nergens te bekennen. Al snel bedacht Annie zich dat de jongeman de koffer had meegenomen. Nee. Die dacht natuurlijk dat er een DJ-set in zat. Wat een glijpert. De jongeman was net de trein uitgelopen met de koffer in de hand, terwijl Annie naar de wc ging. De jongeman, genaamd Rob, was erg blij met de nieuwe aanwinst. Het broertje van Rob, Tjerkje, was vandaag jarig. Maar Rob had nog geen cadeau voor hem gevonden. Tjerkje zou dit echt heel leuk vinden, dacht Rob. Toen Rob thuis kwam, werd hij onthaald met de geur van vers gebakken taart. Kijk nou eens wat ik voor je heb meegenomen, Tjerkje, riep Rob door het huis. Enthousiast zette Rob de koffer neer voor Tjerkje. Ik ben zo benieuwd, riep Tjerkje. Nee! Ik hoop dat jullie allemaal hebben genoten van het laatste verhaal. Nee. Ik wil graag weten hoe het afloopt. Dit was het einde van het boek. Dat is hoe het afloopt. Dit is het einde van het boek. Maar... Sorry, het einde. Ja, dan zijn we dan hier. Deze expositie is mede mogelijk gemaakt door Concordia. En samen met 8 leden van studentenvereniging Eentje Enschede hebben dit allemaal gemaakt. Het zijn Arina van Rijswijk, Bo Degger, Danielle Tevelde, Florine Glastra, Orla Rispens, Rick Waterham, Soraya Buls en Stijn Tekaten. Samen met kunstenaar Ole Niedeling en met begeleiding van Danielle Spoelman hebben we dit allemaal samen opgezet en bedacht en uitgewerkt en van alles en nog wat gedaan de afgelopen maanden. Vandaag hebben ook heel veel mensen ons geholpen met de verschillende techniek en die willen we ook even bedanken. Het zijn Mette Hoekstra, Yvonne Niedeling, Kira, Kevin Daumhuis en Jan Wieringa. En zonder hun was dit ook niet gelukt, dus heel erg bedankt. Jongens, we hebben het gewoon gered. We hebben in een uur van de boot met onze pyjama's en een beetje een brakke bo, hebben gewoon een ontzettend mooi feestje kunnen bouwen. We hebben slingers gemaakt, pizza slingers. Wie had dat ooit kunnen denken? Wel een beetje een gewond iemand erbij, maar hé, je moet wat over hebben voor de versiering. We hebben een heerlijke taart gemaakt. Echt, ik heb nog nooit zo'n lekkere taart op. Ook al past die misschien met kruidenkaas en maakt iets unieks. En we hebben een prachtig verhaaltje. En volgens mij is ons stresslevel helemaal naar beneden. Dus ik denk dat we er klaar voor zijn.